Dag kooiwijzer kijkers en luisteraars, welkom bij deze binnenkijken bij Narita Koi Farm. Daar zijn we geweest en dat was een uitzonderlijk bezoek, of een bijzonder bezoek beter gezegd, want er was ook een sales event al daar. En ja, dat is heel bijzonder om dat van dichtbij mee te maken. Dat heb je in het noorden bij Dainichi, dat is volgens mij binnenkort zo. En is al geweest, denk ik, als je dit binnenkijken bijkijkt. En hier, zeg maar, wat meer in het zuiden, is dat bij Narita geweest. We gaan even een kijkje nemen naar hoe zo'n event in zijn werk gaat. En om ons daarbij te helpen, die er alles van af weet, is Siebe van Tilburg van de Koi Page. Die ons in deze reis, op deze reis in Japan in 2023 ons aan de hand neemt. En eigenlijk alle geheimjes verteld, voor de, in ieder geval de dingen die wij niet weten. En hopelijk voor jullie een leerzaam moment. Maar eerst, Narita. Wie is Narita? Narita is eigenlijk een kooi dealer in Japan. Doet hij eigenlijk al heel lang. En hij lijkt niet zo oud, maar hij is ergens in de 50. Dus hij doet het al een hele poos. Oh. En ja, een kooi dealer, een kooi makelaar mag je hem ook noemen, of niet? Ja. Want is hij vergelijkbaar met Odekan qua dingen wat hij doet? Ja, is een beetje hetzelfde. Alleen Odekan kweekt er ook nog wel eigen vissen na. Okay. En daar heeft hij ook wel ooit een keer gedaan, hoor, daar niet van. Alleen daar ligt de focus niet op, op eigen kweken. Bij Odekan ook niet helemaal, maar wel ietsjes meer. En wat is het grote verschil tussen deze twee makelaars? Of dealers? Het grote verschil? Ja. Ja, ze hebben allebei een beetje een andere stijl van handelen. Odekan is meer iets meer typisch Japans, zeg maar. Iets terughoudender en niet zo, zo schreeuwerig. Oh ja. En Narita is heel goed in internetmarketing, of heel goed. Hij heeft alles wat hij heeft en ziet, staat eigenlijk op Facebook. En dat werkt ook wel, hoor. Alleen Odekan werkt het ook, alleen dat zie je dus niet zo echt. Oh ja. Dat is wel het verschil waarom heel veel mensen dus in Europa Narita wel kennen, door Facebook. Ah, zo. Odekan niet, terwijl het wel echt ongeveer hetzelfde is. Dan zal de Narita wel iets groter zijn, alleen ze doen eigenlijk allebei hetzelfde. En hoe zijn hun kijk op kooi? Hoe zijn ze heel scherp? Zien ze alles? Kunnen ze goed voorspellen? Ja, ik denk dat er weinig mensen zijn die meer weten van kooi dan zij. Ja. Ook qua keeping, hoor, dan kunnen ze ook allebei perfect. Ja. Precies wat die vis nodig hebben, ja zeker. Oké. Okay. Hey, en goed. Narita, koop jij veel bij Narita? Of via hem? Of bij hem? Ja, je moet er wel een onderscheid maken tussen Narita zelf, dus Narita Koi Farms en die live kooi veilingen. Narita maakt heel veel online veilingen, maar dat is eigenlijk niet van Ryuki zelf. Maar dat doen, ik noem hem altijd de live kooi man. die zie je dan ook in Niigata, et cetera, et cetera. Ryuki heeft zelf helemaal geen idee wat er allemaal op die veilingen zijn vaak. Ah. Dat doet dus een ander bedrijf, doet dat. Okay. Dus als je zegt via Narita zijn vlag, dan wel, want via die live kooi kom je best wel aardig wat vis. Via Narita Ryuki zelf, ook wel een handje vol. Maar niet één grote veelvoud, het zijn gewoon hele prijzige vissen vaak. Ja? Ja. Hij koopt in... in de regelmaat koopt hij de beste vissen bij anderen of koopt hij ook wel eens heel goedkoop spul? Ja, hij heeft ook, je hebt het straks gezien, hij heeft ook vissen of vijftientjes. Ja. Maar ze kopen bijvoorbeeld ook een hele bak Dainichi toast die al pas 10 centimeter zijn. Oh ja, dan weet je wat je hebt. En die rammen zij dan door naar Nissai's. En dan als Nissai halen ze beste eruit en die verkopen ze dan voor goed geld. En alles wat minder is, verkopen ze ook. Dus dat kun je ook wel kopen. Ja. Maar dat is niet, zo werkt het een beetje. En dan moet ik zeggen, bij binnenkomst, er zijn allerlei ornamenten, bomen, planten, vlaggen, uithangborden met number one kooi. Mm-hmm. Maar daar ook een vijvertje voor. Voor de meeste waarschijnlijk een niet zeker vijvertje, maar ik heb even bij die Yamabukis gekeken. Ja, ja. Nou,
ik wil die gewoon in mijn wijver hebben zwemmen. Dat is een hele goede idee. Ja. Ja. Maar die zijn er is meer voor. Want Naritas is ook een winkel voor mensen uit de buurt. Dat was dus op dat, waar we vandaag waren ook. Ja. Mensen uit de buurt komen daar ook gewoon een kooi halen van 100 euro. En die kindjes die daar dus in de buurt lopen, die gaan dan met handjes in die vijver. En daar is daar een beetje voor bedoeld. Oh, nou dat zijn echt prachtige jammerboekjes. Nee, prima jammerboekjes. Voorheen zaten er ook allemaal andere ogons in, dus ze wisselen ook nog wel een beetje. Oh, dat wisselt. Ja. Oh, en ik, wat je zegt, want als je binnenkomt, dan heb je gewoon de winkel. Er wordt hartelijk ontvangen door de dames daar. Ja. Met een aquarium. En je kunt ook voor de... laten we zeggen, de kwekers of zo in de buurt is er ook spul voor te kopen hoor. Dus hebben we wat grote materialen, alle nette soorten. Ik heb zelf nog wat handling kooi sokjes en zo gehaald. Dat vind ik wel heel tof. Je hebt ook allerlei gradaties daarin. Dus dat is wel mooi. En gewoon een mooi winkeltje. Die heeft een leuke vitrine. En dan heeft hij zo'n ontvangsthal eigenlijk een beetje waar je kunt chillen. Zonder mensen soms te eten of koffie te drinken. Zo'n hele mooie muur. Schildering van Kool. Oh, dat kantoor, ja, klopt. Ja, vooral heel mooi. Heb ik twee van die satellietboekjes meegenomen. Ja, het is zo'n muurschildering. En daar hebben alle Great Champions van de Wakagoi en de All Japan Koi Show. Ja? Die schildert hij, ja, wij zelf niet, maar die schildert iemand daar voor hem op. Oh. En ja, dus als je daar 5 jaar geleden kwam, waren er denk ik nog 5 kooi minder op die muur. Echt waar? Ja, en dus elke keer als hij iets wint, dan schildert hij de vis erbij op. Oh, cool. Nou, echt tof. En goed, en toen liepen we verder naar binnen. En we waren een uur voordat de opening was, volgens mij. Dus we konden op ons gemak de vissen bekijken die aangeboden werden. Maar dan daar kwam je, ja, laten we zeggen, een levensgrote aquarium tegen. Met van die hele grote dinosaurusvissen, die arowana's. Ja, ik heb er zitten kijken. Ik vind het ook ongelooflijk dat die... Dat is... Ik weet niet hoe groot die vissen wel zijn, denk ik wel 2,5 meter of zo. Nou, zeker toch? Maar die zijn in een relatief klein bakje, vind ik. Ja, en die schijnen, want ik heb een beetje zitten googlen, maar die schijnen 1 agressief te zijn. Dus je moet er niet mee in het bakje gaan zwemmen. Maar dat stralen ze niet uit, want ik zie ze niet bekvechten of zo met elkaar. Nee. En ze staan vooral voor geluk en voortvarendheid. En ik denk dat dat wel een beetje een reden is dat ze daar zwemmen. Maar aan de andere kant zie je ook dat steeds... Dat we hoe moet ik nou zeggen? Bij Sakai kwamen ook 2 hele aparte vissen tegen die ze daar hielden, gewoon voor de lol. En dit misschien ook gewoon voor de lol erbij. Ja, dat vind ik gewoon wel leuk. Ja, het ziet er ook wel mooi uit, zo'n aquarium. Het heeft wel iets cools, toch? Ja, nou ja, ik vond het echt heel, heel mooi om te zien. En, maar goed, daar staan al die vets dan uitgestald. Dus er zitten vissen in met fixed prices. Dus elk vis heeft een vaste prijs. Moet ik zeggen dat we, en dat vind ik wel heel bewonderenswaardig, maar dat hoort allemaal bij sales uiteraard, maar ik voel me daar prettig bij. Wij werden uitgenodigd, om we mochten komen in ieder geval. We werden in een hotel gezet, we werden s'avonds met een busje opgehaald, uit eten gebracht. Mocht je eten en drinken waar je zin in had, werd teruggebracht. Ook toen we dan van het restaurant teruggingen, werden we nog uitgezwaaid door hem. Maar nu ook weer hartelijk ontvangen en toen we ook weggingen uiteindelijk weer einde van de dag, is hij ook bij de auto ons uitkomen zwaaien. Nou, dat vind ik toch wel netjes, op zijn zachtst gezegd. Maar goed, hij heeft ons dus op die avond al zo'n stencils gegeven met welke vissen, welke prijzen. Mm-hmm. Dus ja, hoe ga jij daarmee om? Wat is jouw manier van werken als je naar zo'n sales event gaat? Nou, ik deel die link dus online, dus mensen kunnen dan zien wat er te koop komt en voor welke prijs. Ja. En over die prijs komt dan... BTW en fees, en dat verschilt eigenlijk bijna altijd. Ja. Want bij de ene veiling zit iets anders in elkaar dan bij de andere veiling. En voor de rest is het dan, ja, stel je wil die vissen hebben en je vraagt aan mij wat moet het dan in totaal kosten. Dan laat ik, dan zeg ik dit. En dan weet je ook waar ik ga overhouden en waar alle andere kosten naartoe gaan. Dus bijvoorbeeld transport en quarantaine voorziening. Dat soort dingetjes allemaal. Als elkaar die fees, de vis daar laat. Ja. En dan kun je zeggen, nou die wil ik hebben en dan plak ik mijn nummertje erop. Je krijgt dan zijn nummer bij zo'n sales event. Dan kun je dan aanmelden en dat nummertje pak je dan op en daarna is het eigenlijk maar gewoon hopen dat je geluk hebt. Ja, want dat nummer plak jij dan op het certificaat van die vis in die bol. Ja. Maar iedereen die vis interessant vindt en wil kopen, want die vis die heeft al een vaste prijs. Dat staat in het boekje, ik noem maar iets, hè, daar staat de vis 400.000 yen. En als je zegt, nou ben ik geïnteresseerd, dan plak jij jouw nummer erop. Ja.
En iedereen mag het doen. Dus op een gegeven moment zitten daar 6 nummers op. Of ik zag soms 39 stickers erop. Mm-hmm. En hoe gaat het dan? Nee, dan ja, al die nummers schrijven ze dan op. Of ja, ze schrijven niet best op, maar die lopen ze dan mee naar ja, de Ryoki zelf, roept het dan om. Dan roepen ze gewoon een nummer en dan hebben ze allemaal eetstokjes, dus van die Japanse stokjes, ja? in dicht bakje. En één iemand houdt dan de handen voor, dus 39 stokjes in. Eén stokje heeft een wit puntje aan het uiteinde en dan gaat iemand anders die trekt dan... Elke keer als hij een nummer noemt? Ja, noemt hij bijvoorbeeld nummer 1 en dan trekt hij een ding. Nummer 62, dan trekt hij er een. Nummer 45, trekt hij er een. En nummer 32, en dit is het dan weer topje aan, dan is hij bij nummer 32. Ja, oké. Okay. En nou, goed, en dan wordt goed, binnen de regels die gelden, wordt er aardig vals gespeeld. Dus dan loopt er een dealer rond, zoals jij. Mm-hmm. Dus de coinpage loopt rond. Die heeft dan Atsushi bij zich. Atsushi heeft toevallig nog een andere klant bij zich uit Engeland. Ik ben erbij als gast. Dus wij zijn al met z'n vieren. Ja. En jij wil bijvoorbeeld vis A hebben. Mm-hmm. En wij allemaal vinden dat niet interessant, die vis. Maar dan vraag je ons wel, pak even jullie nummers en plak die er ook op. Dus als één van ons vieren getrokken worden, dan heb jij in ieder geval toch die vis. Ja, weet je wat daarmee is eigenlijk? Ik heb er wel wat meer nummers op de vissen die we hadden. Ik denk in totaal wel 7. Oh. Alleen, wat is als je... Ik was er eerst nog eens een voorstander van. En zeker niet om... Dan, ik zie bijvoorbeeld met een zaak bij de Shingokai vereniging. Dus dan ben je overal maar legaal aan het ja. meebieden. En daar betaal je ook dik voor. Ja, betaal je daar best wel wat voor, ja. En je hebt ook mensen die dat dan niet zijn en dat dan toch doen, want dat mag in principe ook wel. Aan de ene kant een beetje grijs gebied is dat, zeg maar. En dan was ik eerst altijd dacht ik van ja, dat is ook niet helemaal netjes om te doen, bijvoorbeeld om jou een nummertje te geven. Ja. Jij wilde eigenlijk helemaal geen vis hebben, maar we geven jou wel een nummer. Ja. En dan doen we eigenlijk alleen maar zodat we zelf meer kans maken. Juist. En dat doen we eigenlijk omdat, als je het niet doet, dan heb je er heel erg jezelf mee. Want dan probeer je zelf wel netjes te doen en dan komen er een paar andere. Ja, ik heb het gezien. Iedereen was er doen. Ja, dat was een groepje die hadden echt volgens mij zonder overdrijven 15 nummers. Ja, ik heb het ook een keer gehad bij de Obikai van Dainichi vorig jaar. Toen had ik praktisch mijn sticker erop en nog 3-4 andere meer. Dus nou prima, dan heb je 1/5 kans. En toen kwam er een Chinese jongen. En die plakte van nummer 62 tot 87 volgens mij erop. Oh. Dus die plakte zo 26 nummers weg. Ja. En ja, dan gaat je kans in één keer van 20% naar 3,33% ja. zeg maar. 1 op 30. Dus ja, dat hielp helemaal niet mee. Nee, dat snap ik. En oké, dus en zo wordt dat gedaan. Dus die vis, je weet op voorhand al wat de vis kost. Wat je niet op voorhand weet is of jij uiteindelijk die vis mee mag nemen. Dus jij spreidt je kansen op een aantal vissen. Van, nou, die vind ik interessant, die en die en die. Ja. En met veel geluk kun je heel veel pech hebben. Dat je ze allemaal wint en dan in één keer meer moet betalen dan je voornemens was om te doen. Ja. Dat is het risico dus waar je neemt. Ja. En ja, je kunt dus 5 keer 1% kans hebben, maar je kunt ze dan ook alle 5 hebben. En dat ja. is wel een beetje waar je over na moet moet denken. Nou, ik heb 1 keer gezien dat iemand dus 4 keer een vis had terwijl hij maar 1 wilde. En dat is wel echt naar, maar ja, daar kan ze ook betalen daar niet van. Oh, alleen ik zelf neem het risico eigenlijk nooit. Omdat ik dan denk, het zal hier toch gebeuren. En voor de mensen thuis even om zo'n gevoel te geven. Ik denk dat de goedkoopste vis 80.000 yen was. Ja. En misschien de duurste 400.000. Nee, de duurste was 2,5 miljoen. Oh, 2,5 miljoen? Ja. Oh, wacht even. Dan heb je het, pak de valuta calculator erbij en dan heb je een idee bij wat de kale prijzen zijn. Inderdaad, de valuta calculator is niet helemaal representatief van wat het uiteindelijk dan kost. Nee. Maar laat zeggen dat alles tussen de 10, of 10, tussen de 1000 en, ja, het zou zijn 25.000, 30.000 euro kost. Ja. Eens. En van de 1000 waren er heel weinig. Dus dat, ja, en dit is nog maar een klein event, want hij heeft in december heeft hij die Arc Collection. Ja. En dan heb je de vissen bij die gewoon... Dat is een duur spul. Ja, die bijvoorbeeld bieden vanaf 50.000 euro. Ja. Nou, ik hoorde dat hij hier dus via Mr. Nishikigoi, dat dit wel de vissen waren waar hij eigenlijk van af wil. Maar ik vond er ontzettend veel mooie vissen bij zitten.
Ja, maar dat komt ook omdat de subtop of van Japan is bij ons al fantastisch goed. Ja, nou dat is bij ons allemaal Grand Champion. Ja, daar is echt wel goed mee. Ja, en hij heeft een aantal vissen inderdaad die dan te lang heeft naar zijn zin. Hij heeft bijvoorbeeld een keer een vis gekocht voor te veel geld die eigenlijk niemand wil hebben. Ja. Dan is dit event zeg maar voor gemaakt om daar vanaf te komen. En dan laat hij de prijzen best wel zakken. Ah zo, oké. Okay. Ja. Ja, en ik vond dat... de Mango-lijn van Sakai heel erg in trek was. Ik vond ze zelf ontzettend mooi. Je had er ook wel eentje op het oog. Ja, klopt. Ja, maar ik vind dan vaak iets... bij dit soort dingen dan... Die prijs was heel goed. Ja, veel goed. Ik denk dat ik zo'n vis had moeten verkopen voor 1.000 of 7. Ja. Dat is wel veel geld voor een krasje. Maar ze waren wel 4 jaar en 18 plus. Ja. Maar... Dus eigenlijk ga je dan een beetje zoeken van, er moet wel iets mis aan zijn, anders vraagt hij dit niet voor. Want Nerita kennen, als je een goede mango-krasje van Sakai hebt, dan vragen ze het normaliter een beetje dubbelen. Ja. En elke keer vond ik dan op zo'n vis iets wat me dan irriteerde, dus eigenlijk kwamen ze allemaal niet door de ballotagecommissie. En dan denk ik, ja, daar kan ik wel beter niet aan beginnen, anders ga ik me daar aan irriteren, dat schiet ook niet echt op. Ja, en de beschadiging die je misschien in beeld ziet van de een of ander zwaar net de week geoogst. Ja, voor mij waren het 2 of 3 weken uit de beurt. Ja, oké. Dus dat mag dan. Dus hoef je als koper niet zo bang voor te zijn als je de beschadiging een beetje in kan schatten. Ja. En uiteindelijk ging je met de winst vandoor of niet? Ja, we hadden dus ook, moesten ook loten voor dat kan. Oh ja. Je had dat dan wel nummers doorgehebt, dus daar plakte ook een sticker op. En die jouwe ook. Dus, ja, ik heb zelfs één gewonnen. Opletten, maar als ze dus Ben zijn nummer roepen, dan moest Ben zelf ook naar voren, want ja, dat is wel het handigste. Ja. En Ben die was met zijn camera aan het spelen en toen moest hij in één keer een doosje show op halen die hij niet besteld had. Nou, dus, maar dat was wel grappig. Nou, was zo goed. Ik kreeg nog de felicitaties van Rita zelf. Maar ik dacht, ik ben blij dat ik er niet voor hoef te betalen. En ik hoef ook geen Deutsche Show in de tuin. Maar het was wel leuk om dat mee te maken. En goed, en dan hebben ze alle vissen waar dan stickers op zijn geweest, die worden geveild. Soms zie je dat er maar 1 sticker op zit. Dus die eigenaar is helemaal blij van, ik weet zeker dat die van mij is. Ja, dat klopt, maar daar vind ik altijd een beetje niet zo slim over nagedacht. Want wat er dus gebeurt als die vissen niet verkocht worden in de eerste ronde, dan gaan ze naar een tweede ronde, derde ronde, vierde ronde. Het ligt een beetje aan hoe ver de Rita dan zijn heeft om te gaan. Maar als je dus je enige bent op je certificaat, dus de enige sticker die je hebt geplakt, kun je hem beter afhalen en wachten op de tweede ronde. En dan heb je wel kans dat ze in de tweede ronde dan iemand anders zegt, ik wil ook weer meeloten. Maar goed, dan gaat er per ronde een x aantal procent vanaf. En dat maakt zo'n vis dan soms wel eens interessanter. Dan moet je eens nog geluk hebben, want ja, je zag wel sommige, er ging er een bepaald percentage vanaf. En dan loten alsnog 5 mensen mee. Ja, dan heb je alsnog niet heel goed kans. Een beetje helpt, denk ik dan. Zeker, want het ging standaard dan 10% vanaf. Maar je ziet dat daarna flink nog onderhandeld wordt en dan zakt die prijs nog verder. Sterker nog, de eerste ronde was nog niet voorbij en ik zag mijn naamgenoot, die was al met een riet in gesprek over. Ja, we hadden nog niet geloofd, alleen alle certificaten met stickers, ja, die waren al weg. Dus ja, precies. Dus dan kun je in principe gewoon een beetje onderhandelen met de hoe en wat. Ja. En ik ving daar af en toe eens wel wat op. En van ja, prima, dit is het bedrag, zei hij. Maar dan ging als elkaar, ja. Je neemt ze gewoon allemaal weer mee naar. Ja, ja. Ja, dat was sowieso wel die mango's. Ja, dat was niet blij. Ja, oké. Okay. Nou goed, ik vond het super leuk om mee te maken. En tussendoor wordt de lunch ontzettend goed verzorgd. Hè? Want jij zei, pak maar een broodje. En er waren allemaal broodjes gebracht. Dat was zelfs McDonald's. Nou, dat wil ik net naartoe. Dus jij had die broodjes aanbevolen. Dus ik dacht, pak er eentje. Toen ging ik zitten. Het sushi kwam aan. Gewoon met een hele rijsttafel. Met zo'n bakje met rijst en vlees. Hij zei, dat staat gewoon daar, Ben. Dus ik ben die nog gaan halen. En op een gegeven moment kwamen allemaal zakken met McDonald's. Ik heb nog één Big Mac. Nou, ik kon niet meer. Ik denk, klaar ermee. Dus wat dat betreft is het super gasvrij, goed verzorgd. En toen was het echt helemaal voorbij. En er waren nog een aantal plekken waar we dus niet in konden. En dat was sowieso het kooihuis aan de overkant van de weg. Maar daar zijn we eerst even gaan kijken. Dus ze zetten dat dan dicht, omdat dan niet iedereen verspreid over die farm loopt. Ja, dan krijg je ze niet bij elkaar. Als je dan een keer wil oproepen van, we gaan beginnen. Dan moet je langs al die huizen en roepen en doen. En dat schiet allemaal niet op. Nee. Dus als dat event bezig is, dan zetten ze alles af. En dan zit iedereen in dat grote huis. In principe.
Maar prachtig, knap, schoon kooihuis. Ja, je hebt echt niks over te zeggen inderdaad. Sorry. Nee, het, echt heel cool. Met zo'n hele grote fotostudio ook. Want die gordijnen stonden open, maar die kun je helemaal dicht maken. Het plafond is lekker, helemaal zwart gemaakt. Ja, dus al die films die je daar ziet van de Art Collection. Ja, die komen die daar vandaan. Die zijn allemaal daar gemaakt, ja. Ja, nou echt vet. En die Yamabuki, ergens tussen de 90 centimeter, een meter groot. Mm-hmm. Prachtig mooi. Ook andere mooie vissen ook daar. En een hele grote desinfecteertank was het. Ik weet niet precies hoe dat zo in zijn werk gaat. Zijn vissen die van buitenaf komen eerst daarin moeten of zo? Misschien dat ze daar iets in doen als je netten en zo mee dat... Dat ze dat erin, voor het wisselen van de vijvers. Zoiets, ja. Zoals dat ook kunnen zijn. Net zoals op de shows. Ja, okay. Ja. Oh, nou, heel erg tof. Ik denk dat we het wel hebben gehad. Ja, ik heb wel een leuk punt. Ja? Ja, want ik vind het leuk, we hebben bijvoorbeeld voor Odakan geboden. En ja? Het is wel bijzonder, dat zou je in Nederland niet voor kunnen stellen. Dus zeg maar, de ene concurrent is in principe van de andere concurrent zijn vissen kopen. Maar Narita doet het dus andersom ook. Als Odakan zijn event heeft, dan komt Narita naar Odakan en die koopt daar ook vissen. En dat komt omdat soms, ik ga Narita naar Dainichi en dan zegt Dainichi, oh ja, mag ik als eerst pikken. Soms mag Odakan dat. Eigenlijk zijn het 9 van de 10 keer zijn het 1 van de die 2. Ja. En dan pakt dus Narita soms meestal op die vis en Odakan op die vis en dan kopen ze die van elkaar. Ah. En dan doen ze ook helemaal niet moeilijk over. En dat is ook helemaal geen haat en nijd. Ze gaan eigenlijk maar al met elkaar uit eten. Die kweken ze onderling ook. En die dealers, die grote dealers in Azië eigenlijk ook. En nou waar bij ons in Europa nog wel eens een oorlog is onderling, is het hier eigenlijk het totaal tegenovergestelde. Hier spreken ze niet slecht van elkaar, hè? Nee. Maar ze kopen ook gewoon een vis van elkaar. Gewoon omdat ze dan denken, oh ja, dat vind ik ook wel een goede vis, zou ik wel willen hebben. Ja. En dan koopt Odakan die vis en dan gaat die vis naar Odakan. En bij Narita gaat het ook andersom. Dus ze zwemmen zelfs in Odakans faciliteit Azukari vissen van Narita. Ja. Dus zo gaan ze daar hier met elkaar om. Ja. Dat vind ik altijd wel tof om te zien. Ik vind dat heel, zeker heel respectvol en heel knap om te zien. Nou, ik heb trouwens nog wel iets, want wij werden, jij met een groepje en ik ook nog los, geïnterviewd door Japanse televisie. Ja, klopt. Ja, dat is wel grappig, want ik heb ook wel kooishows bij een paar keer gehad. Alleen ik krijg dat nooit teruggetraceerd over waar ik dat dan kan vinden, want het is ook geen echte nieuws, denk ik, want zo'n grote camera was het niet. Nee, ja, hij had een hele vreemde angle van filmen, maar een beetje vanaf zijn buik zo. Onderuit, maar dat is wel heel grappig. Ja, maar ik heb even doorgevraagd, want ik ben met die gasten ergens anders nog geweest. Ze hebben mij uitvoerig geïnterviewd ook. Uh-huh. En ze lieten me de call sheet zien. Dus dat is iets als je vanuit het productiehuis op pad gaat en je moet er doen, dan heb je een call sheet en er staat precies op, dit moet je opnemen, dit soort beelden, dit soort verhalen, zo lang mag het duren. Maar er stond dus ook op kanaal 1, Ichiwan, en dan op 3 december van 12 uur tot 2:30 wordt het uitgezonden. En ik heb gevraagd van ja, ik heb die zender niet en die vind ik nooit. Mag ik een kopie hebben van de uitzending? Hij zei ja hoor, stuur je e-mailadres maar. Ik heb die van hem nu, ik heb zijn Macy's, een visitekaart. En hopelijk kan ik die nog scoren en op het kanaal bij ons zetten. Misschien hebben we dan nog ook beroemd worden. Ja, het ergens beginnen, Siebe. Zoiets. Nou, ik wil jou wederom bedanken voor deze binnenkijken bij. Ik wil jullie bedanken, kijkers en luisteraars thuis. Hoop dat jullie het interessant vonden en de beelden ook mooi vonden. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.